kijkt. Ik ben met Illustro in Eersel. En komend weekend hebben wij ons debuut in de Working Equitation. En ik vind het heel erg spannend, want het wordt dus onze eerste wedstrijd. Een buitenwedstrijd. We gaan ook met de koeien rijden. We doen gelijk het hele pakket van Working Equitation. En het wordt ook de eerste keer dat hij niet thuis gaat overnachten, maar op een andere locatie. Dus dat vind ik best wel een beetje zielig. Ja, maar goed. Hij moet het ook leren. Komend weekend zijn wij nummertje 104. Dat betekent dus de vierde start in de eerste klasse. En ik heb zometeen mijn eerste les in het runderwerk met Illustro. En we hebben net eerst een theorieles gehad in de kantine. En dat vind ik heel erg verstandig. Om ook de mensen die nog geen ervaring hebben, toch even wat dingen uit te leggen over het werken met runderen. En we gaan echt straks vanuit de rust. Dus echt met oog voor dierenwelzijn gaan wij oefenen. En ik heb zelf natuurlijk wel redelijk wat ervaring met het koeienwerk. Alleen Illustro echt nog 0,0. Maar het is wel een stierenvechterspaard. Dus ergens moet het wel in zijn DNA zitten. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik heb hem ook nog niet gepoetst of zo. Je ziet dat hij nog heel erg vies is. Maar als ik dan straks klaar ben met de les van het runderwerk, dan doe ik dat hier. En dan is hij voor morgen schoon. Het is nu vrijdag trouwens. Kom maar. En ik laat hem vast even wat dingetjes zo aan de hand zien. Zo. Nou, het zijn heerlijk. Het zijn eigenlijk geen koetjes, het zijn kalfjes. Echt heel klein. Kom maar eens kijken. Zo. Het jongvee staat nu al in de baan. Die hebben dan tijd om even te... Dan hebben ze tijd om even te settelen, zeg maar. Settle the herd noemen ze dat ook. Bijvoorbeeld als je western rijdt, herken je dat misschien wel. Soms doen ze dat ook met behulp van ruiters te paard. Maar ze laten ze nu gewoon hier en dan kunnen ze een beetje hun hoekje vinden. Wat zeg maar een soort van de thuisbasis voor de kudde dan wordt. Dus als ze straks dan een keertje een rund uit de kudde wordt gehaald en die wordt dan bijvoorbeeld meegenomen naar die kant van de bak. En het paard en de koe krijgt dan weer ruimte, dan loopt die automatisch weer terug naar dat stukje daar. En ik heb natuurlijk al veel vaker vlogs en zo geplaatst over training met runderen en over wedstrijden met runderen. En ik krijg natuurlijk altijd alweer een beetje die terugkomende opmerkingen van oh, wat zielig. En dan denk ik altijd van ja, weet je, eigenlijk is een zadel op een paard neerleggen ook best wel zielig als je bekijkt wat de paard eigenlijk voor natuur heeft. Ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet afwegen. Wat ik heel belangrijk vind is dat we vanuit rust met de koeien werken. De Working Equitation is natuurlijk een sport die eigenlijk volledig gebaseerd is op dat werk met runderen. He, in bepaalde gebieden in Zuid-Europa, maar ook in Zuid-Amerika en op andere plekken in de wereld. Daar is zeg maar het gebied waar de runderen leven onbegaanbaar met een auto. En het is ook niet te lopen, die afstand. Dus dan ben je echt afhankelijk van de samenwerking met je paard. Alles wat je onderweg kan tegenkomen. Dus een rund die ontsnapt van de kudde, moet je even snel kunnen terugbrengen. Of als er een kreupelrund tussenloopt die verzorging nodig heeft, moet je ook net dat ene rund kunnen scheiden van de kudde. En juist die vaardigheden, de vaardigheden die jij dan als ruiter met je paard hebt, die moet je kunnen inzetten. En dat moet je wel vanuit een rust, zeg maar, doen. Dus wij hebben er als Working Equitation ruiters, hebben we er zeg maar geen baat bij als we de kudde
overspannen maken. Dat het te veel stressende kudde is. Want als er te veel stressende kudde is, gaan ze alleen maar harder lopen. Onvoorspelbare dingen doen en dan gaan ze uit elkaar waaieren. Een tijdje terug ging ik natuurlijk met die kudde runderen van het weiland naar die ene boerderij. Weet u dat nog met Snuitje? Ik zal de video even delen hierbovenin. Nou, dat is al een goed voorbeeld van, oké, we moeten dus die kudde gaan verplaatsen. Dat is heel erg handig met je paard, want met een paard kan je ook over een hekje heen, over een sloot heen als het moet, over een bruggetje. Je kan heel snel draaien, gas geven, remmen. En dat is dus heel erg handig om met je paard te doen en wel vanuit rust en efficiëntie. En dat is dus wat we trainen vandaag in de les. En dat is wat we testen tijdens een wedstrijd. Dus niet dat we die koeien gaan lopen afjakkeren, maar dat we de vaardigheden van ons als ruiter en van ons paard laten zien. En dus ook checken hoe betrouwbaar ons paard is, hoe dapper die is en hoe goed dat die aan de hulp bestaat. Hij kent dit gewoon. Hij loopt nou echt de galbakken. In. Goed zo, dat is braaf. Goed zo. Aan de hand. Nou, dit hebben we gehad. Dit vond ik al het engste. Ja, die doorgang. Die vond ik. Oh, daar zat ik zo tegenop. Goed zo. Ontspannen, sis. Het engste heb je gehad, schijnt. Ik sta op YouTube nou. Zal ik je ook even filmen? Nee. Het eerste deel van de les bestond uit gewenning. Dat hebben jullie net kunnen zien. We reden met een hele groep paarden rondom de koeien, een keertje door de kudde heen, om zo de paarden en ruiters te laten wennen.
Toen iedereen voldoende ontspannen was, kregen we ook individuele opdrachten die meer gebaseerd zijn op het scheiden van en het drijven van één of meerdere runderen. Illustro is nog jong en onervaren en met oog op de toekomst is het belangrijk dat hij vertrouwen krijgt en dat hij het spelletje op een leuke manier gaat begrijpen. Daarom kregen wij assistentie van de Palomino die je in beeld ziet, dat is Donna en de ruiter is Dagmar. En dat gaf heel erg veel steun aan Illustro, waardoor hij meer zelfverzekerd was. Ja. Kijk, als je even twijfelt wat ik denk bang is, mag je een beetje doordoen. Ja. Merk je dat je echt bang is? Ja, we gaan er niet te veel pushen. Maar je moet natuurlijk wel weten wat je moet doen. Bij onze volgende beurt nam Dagmar met Donna al wat meer afstand om te kijken of Illustro alleen de kudde in durfde. Maar hier was hij nog niet dapper genoeg voor. Hij is eigenlijk net wat te beleefd. En deze koeien zijn ook heel erg tam. Als jullie mijn wedstrijdvlog uit Frankrijk hebben gezien, die koeien waren veel vlugger en die reageerden ook veel sneller, zeg maar. Maar deze koetjes die lieten het er echt op aankomen dat je dichtbij kwam. En dan nog waren ze niet zo gemotiveerd om voor je aan de kant te gaan. Dus ja, dat vraagt een paard met meer charisma en met meer lef die dan ook echt wel even door durft te duwen, zeg maar, tot die koe in beweging komt. Dus dit was een hele uitdagende kudde om in beweging te krijgen. Maar gelukkig waren ze wel heel vriendelijk en lief. Dus voor een eerste ervaring voor Illustro zeker heel erg prettig. En als hij dan Donna aan zijn zijde had, dan durfde hij er wel doorheen te lopen. Je ziet ook echt zijn neusje, dat hij echt de runderen wel aan het volgen is. Dus ja, ik ben wel echt heel erg tevreden over deze training. Het ging in een ontspannen sfeer en Illustro vond het interessant. Dus meer heb ik eigenlijk niet te wensen. Hey Rome, als je nou eens vanaf hier zo gaat, dan lijkt het minder ver.
Ja, goed zo, goed zo. Goed zo. Blijf erin. Als je er maar in blijft. Kom maar, Donna. Kom maar, Donna. Gaan we een feestje houden in de waterkant. Kom maar, Donna. Ja, de Donna. Ja, de Donna. Nee, ik mag hem. Dat heb je goed geleerd. Nou. Een echte leermeester, nu al. Het ging super goed. Af en toe was het niet aan mijn been, dat was wel een beetje stout. Maar oh, echt gelijk, nou, na één rondje in de bak viel bij mij alle spanning weg en dacht ik gewoon, oh yes. Ik was echt heel trots op hem, ik ben heel trots op hem. Ik heb deze laatst gekregen. Dat is de Galloping Goop en dat heb ik tenminste al eerder op Facebook al zo voorbij zien komen. Misschien jullie ook. Als jullie er ervaring mee hebben, laat het even weten hieronder in de reacties. Dit is een degreaser. En dat moet je dus op een gele vlek smeren als je een schimmel hebt of een wit paard of een bont paard. En in de staart, en dan moet je dat eerst 10 tot 15 minuten laten intrekken. Dan moet je het met warm water er overheen inmasseren. Dan moet je het nog een keer laten intrekken voor een tijd en dan uitspoelen. Dus het is best wel wat werk. Ik heb het nu een paar keer getest bij Snuitje. Onder andere bij Equidé. En nog een keer toen Kampioen voor het verhaal van Snuit langskwam. En ja, ik ben er nog niet helemaal uit of dit ook echt zeg maar het ding is voor een wit paard. Bij Snuit vond ik dat het wel schoon werd, maar niet per se schoner dan met shampoo. Maar wat ze mij vertelde is dat hier volgens mij niet een bepaald iets in zit wat schadelijk is voor de vacht. Dus dat het dan in ieder geval wel veiliger is dan shampoo. Het splijt de haarpunten niet ofzo. Maar nu gaan we het even op strootje testen. Oh, ben je zo'n knappe jongen. Trouwens, Nadia is ook bij ons. Hoi. Die heb je nu helemaal niet gezien vandaag. Maar die heeft alles gefilmd van de les. En hij had hier op zijn hals een poepvlek. Daar heb ik het al een beetje op ingesmeerd. En we gaan nu even zijn staart doen. Dus dit is even before. Ik heb hem nu ongeveer, ik denk, 3 tot 4 weken niet meer gewassen. Paard die op zijn lijf event, dat was de laatste keer. Dus hij is ook niet echt extreem vies. Maar ik ga nu dus dit erin doen. Die fles is heel glibberig. En je moet best wel hard knijpen, omdat het best wel dik spul is. Dus dan had ik al een paar keer gehad dat die fles zich helemaal uit mijn handen glijdt, weet je wel. Misschien moeten ze zo'n fles ontwerpen met van die ribbeltjes. Tractor op de achtergrond. Boeren, het agrarische landschap hier, jongens. Zo, exoppen. Is het goedje? Ja. Schatje. Een van de redenen waarom ik hem altijd in de vlecht heb. Kijk, als hij één keer schudt met zijn manen, dan heb je gelijk dit. Gelijk. Van één keer schudden. Dan moet je alles weer los zitten halen. Dus onder andere daarom heb ik hem altijd in de vlecht. En ook zodat de andere paarden in de wei hem niet helemaal molesteren. Lekker, Astro. Astro heeft lekker slobber gegeten. We hebben net een soort van fotoshoot gedaan met Nadia. Fotograaf Nadia. Instapikas. Instapikas. Hashtag Instapikas. Dus we zien jullie binnenkort allemaal op Instagram verschijnen. Ja, is hij leeg? Is hij leeg? Oh. Bijna. Goed je bord leeg eten, jongen. We gaan Strootje op bed brengen. Hij heeft een mooi schoon stalletje met superveel hooi. En ik heb zijn voerbak nog volgedaan met lucerne. Doe geen dekentje op. In het ergste geval, in het ergste geval is hij morgen een beetje vies, maar dan fix ik dat morgen ook wel weer. Oh, hallo! Hallo, paardjes. Zo. Wel rustig, Strootje. Oh.
Het is nu al 8 uur geweest en wij gaan er lekker vandoor. We gaan nog even wat eten en dan moet ik ook nog even snuiten, een beetje aandacht geven. En morgen om 6:30, 7 uur, dan rij ik weer weg. En dan kijk even naar de volgende vlog, want ik ga morgen natuurlijk ook vloggen. En wat morgen op het programma staat is eerst een dressuurproef. In een buitenbaan die ik nu niet meer kon verkennen. Omdat ze hem al helemaal gesleept hadden en helemaal klaar hadden gezet. Dus komt vast wel goed. En in de middag hebben we dan het runderwerk. En ik ga morgen vertellen wat ik daarover wilde vertellen nu. Want deze vlog heeft vast al lang genoeg geduurd. Kijk gewoon lekker de volgende vlog. En vond je het leuk? Doe dan duimpje omhoog. Vergeet om te abonneren of om op het belletje te drukken. Als je het al hebt gedaan, helemaal top. Heb je het nog niet gedaan, check het even. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg!